De laatste week van oktober en de wintertijd is ingegaan. Wellicht de laatste keer dat de tijd een uur terug hebt. In ieder geval is het weer een uur eerder licht en een uur later donker. En wat ga jij doen nu de avonden uitnodigen om binnen te zitten? Gaan de kaarsen aan? Krul je jezelf op de bank met een goed boek? Of voel je vooral de stress van corona dat je binnen moet blijven en zoveel mogelijk uit contact moet blijven en alle impact die dit heeft op jouw leven? Sommigen van ons zijn al gevoelig in deze periode voor het donker worden, voor het naar binnen gaan en soms ook depressieve gevoelens hebben. En dan helpen de huidige situaties en alle veranderingen van de afgelopen tijd niet echt mee. En mocht jij nou last hebben van de winterblues, dan heb ik hier twee tips voor je om dat los te laten. Te beginnen met tip 1. En deze tip heb ik gekregen in 2012 van een personal trainer waar ik toen mee werkte. En dat is vitamine D. Ga per direct beginnen met het innemen van vitamine D. Ik heb geen aandelen bij PharmaNord, maar die adviseer ik je absoluut. En vooral als je gelijk de 3000 IE neemt. Toen de tijd zei mijn personal trainer van de standaard dagelijkse hoeveelheid, neem er minimaal 3 of zelfs 6 keer zoveel in. Dus dan zit je op 6000 IE. Voel voor jezelf dat het goed voelt. Weet je, het is nergens op gestoeld. Het is niet vanuit een dokter invalshoek gecommuniceerd. Maar ik merkte echt per direct het effect ervan. Tot die tijd was ik in de veronderstelling dat winterdepressie bij mij er gewoon bij hoorde. Dat was onderdeel van hoe ik de winter doorkwam. Als ik een beer was geweest, dan had ik mezelf ingegraven. En was ik er niet meer uitgekomen voordat de eerste zonnestralen weer kwamen. Maar vitamine D maakte mijn wereld oprecht een stuk vrolijker. En dus dat is tip 1. Ik hoor het ook van iedereen die bekend is met de impact van vitamine D op de hormonen en op je gevoelsleven. Dus zou ik sowieso doen. Bij winterdepressie is geconstateerd dat er een tekort is aan een neurotransmitter genaamd serotonine. Serotonine is een van de gelukshormonen. En een tekort aan serotonine heeft effect op je geheugen, effect op je slaap, effect op je eetlust en dus ook op je stemming. En bij een tekort aan vitamine D blijkt je dus gewoon niet genoeg serotonine aan te maken. Tweede tip, maak elke dag een wandeling buiten. Sommigen zeggen ook het liefst 's morgens en in de natuur is ook wel wenselijk. Ik ben zelf niet zo'n wandelaar en vooral in de winter niet. maar toch, als ik elke dag naar buiten ga, als ik elke dag even, vooral met mijn kleine meid, het licht opzoek, beweging opzoek, heeft het ook direct effect. En het leuke daarvan is, bij een wandeling maak je sowieso altijd extra serotonine aan. Dat is wat je lichaam doet als je in beweging bent. Daarnaast maakt het ook nog eens dopamine aan. En dat is de andere gelukshormoon en neurotransmitter die hoort bij je beloningssysteem. Ook je hersenen weer aanmaken en het geeft een tevreden gevoel, een blij gevoel. Bij een tekort aan dopamine heb je moeite met vooruit denken, heb je moeite met bewegen überhaupt. Dat gaat gewoon veel moeilijker, veel strammer en verlies je zelfs zin in seks. En wat voor velen van ons nog wel het meest belangrijke daarin is, we hebben gewoon moeite met het onder controle houden van de emoties. Of het nu is een uitvallen van een huilbui, of het uitvallen is van door boosheid en frustratie. Dopamine helpt ons om dat beter onder controle te houden. En als het helemaal een tekort is, kun je zelfs gaan richting depressie. Nou, gebruik je al vitamine D en maak je al elke dag een wandeling, dan kun je het gelukscocktail uitbreiden met de andere twee stofjes, oxytocine en endorfine. Zet een grote glimlach op je gezicht, gewoon. En je maakt per direct endorfine aan. Adem heel diep, heel langzaam. En oxytocine wordt aangemaakt. Je merkt het al, het is echt mijn favoriete woord. En als je dan ook nog eens om je heen geniet, nou weet je, dan heb je echt alle gelukshormonen die ervoor zorgen dat je de winterblues kunt loslaten. Succes!